Ja, we zijn inmiddels op dag 5 van Kerst vieren samen de grote statiegeldactie voor Stichting Opkikkeren. U weet het inmiddels. Kom allemaal naar Arnhem en doneer, alstublieft, voor al die gezinnen met ernstig zieke kinderen voor een fijn dagje uit. Kijk, wat zijn jullie goed bezig. Angelique, kom eens. Hier zijn er Fien, Roos en Joep. Die zijn aan het inzamelen geweest. Jongens. Goed, hè? In je eigen buurt, of wat? Ja. Ja? Super knap. Kijk dan wat ze mee hebben genomen. Ja, we kunnen vol weer. Heel veel. Het gaat ook hartstikke goed met de actie natuurlijk. Met dank aan het Statiegeld actieteam. En met dank aan u en al die scholen en die bedrijven en die verenigingen en de buren. En... Maar er kan nog meer bij, hoor. Lief schat, waar ga je heen? Weer een zakje vol. Oh, weer een zakje vol. Goed, hè? Kijk. Ja, succes met het vieren. Ik ga vandaag naar Doetinchem. Ik ga weer op het plein staan. Oké. En ik hoop weer zoveel mogelijk flesjes en blikjes in te zamelen. Maar ja, donaties mogen ook natuurlijk, hè? Hoe gaat het met jou? Heb je al een beetje wat binnengehaald? Jazeker. En vandaag waarschijnlijk nog veel meer. Ik ga naar dorpshuis De Paulus in Winsen. De winnaar van dorpshuis van het jaar. 2020, hè? Ja, ja. Hartstikke goed. Ja. Zeg maar, lief het goed, hè? Zal ik doen. En flink inzamelen allemaal. Nou, ik ben super trots op jullie. Het past niet meer. Hier, zit vol. Super gezellig hier in de radiostudio. Ondertussen gaat Jochem weer een kerstboom uitdelen. En ik ga naar een ambassadeur, naar Emre. Die woont in de Achterhoek. En vol. In Wiegmond in de Achterhoek vind je opvang Balans en Eigen Kracht. Een dag- en logeeropvang voor kinderen met een meervoudige beperking. Oprichter Mieke Grim begon deze opvang in 2018... toen ze voor haar zoon Emre geen juiste plek kon vinden. Nou, wat is dit voor ding? Deze. Dit? Een pomp. Een pomp? Wat doet hij dan? Zorg dat ik voeding krijg. Want je kan niet gewoon eten? Nou, kan wel, maar... Het is een klein beetje kampercredit. Dus je moet dat hebben? Ja. En doet dat pijn? Nee. Nee? Voel je het wel of niet? Nee. Pas ook helemaal bij deze zwarte spijker. Vandaag zijn er 2 kinderen? Ja, vandaag hebben we Finn en Emre. En ja, die zijn hier nu. En Emre is jouw kind? Ja, Emre is mijn zoontje. Emre is 11 en dat is eigenlijk de reden waarom ik dit heb opgezet. Ja. Emre die is, heeft een ziekte op metabool gebied, een stofwisselingsziekte. Een zeldzame aandoening ook, waarbij nog heel weinig bekend is. En daardoor heeft hij diverse medische problemen. Dus Emre heeft epilepsie en een maagverlamming, waardoor hij een Mickey button heeft. Die kan niet zelf eten, of hij kan een heel klein beetje eten. Maar eigenlijk voeding gaat allemaal direct in zijn maag. Ja, en nog wel wat andere gezondheidsproblemen. Ja, best heel heftig. Veel? Ja, ja, veel en heftig, ja. En wist je dat voor zijn geboorte al? Wist je dat er iets aan de hand was? Nee, hij is toen hij 3,5 was, is hij ziek geworden. Toen werd ik gebeld, ik was op mijn werk. En toen kreeg hij een epilepsieaanval, wat we nu weten. Maar toen bleek het toch een ingewikkelder verhaal. En werd hij met de jaren steeds zieker. Ja, ja. Ja. Dus nee, ik wist het niet. Hoe is dat als moeder om dan eerst dat te incasseren? En steeds... Ingewikkeld. Ja, ja, dat is moeilijk, verdrietig. Ik weet ook niet hoe oud Emre gaat worden. Dus je hebt constant te maken met ja, ook een soort rouw. En toch kan ik het me niet voorstellen hoe dat moet zijn... om een kind te hebben waarvan je niet weet hoe de toekomst wordt. Ja. Kun je zo per dag leven? Ja, je wordt... Je moet wel, eigenlijk. Ik probeer wel soms voor de lange termijn dingen te bedenken. Kijk, zakelijk gezien moet dat sowieso. Maar privé vind ik dat nog altijd heel erg lastig. Mm-hmm. Omdat je gewoon niet weet hoe het leven loopt. En dus we genieten gewoon intens van de kleine dingen.
heten ze? Puk en Muk. En wie is Puk en wie is Muk? Ze lijken hetzelfde. Ze lijken een beetje op elkaar, hè? Hoe oud was jij toen jij een opkikkerdag kreeg? Weet je dat nog? Hoe oud was jij toen? Weet ik niet meer. Hoe oud was die? Jij was toen denk ik 8. 8? Ja. En je bent nu 12? Nee, 11. Oh, 11. Bijna 12. Ja. Ja. En wat hebben jullie allemaal gedaan? Weet je dat nog? Kan jij het vertellen? Laser games, in een politieauto alleen gezeten. In de limousine gingen we rondrijden en toen dacht iedereen dat wij bekend waren. Weet je dat nog? Dat was heel cool. Cool. Kregen we kinderchampagne. En hoe gaaf vond jij het? Heel gaaf. Als je het van een 0 tot een 10, wat voor cijfer geeft? 100. Een 100. Zo leuk. Ja. En mama, hoe leuk was het voor jou? Ja, heel leuk. Ook een dikke 10. Ja, toch? 100. Een 100? Oh, ook een 100. Ho, 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 ho. We zijn in Scherpenzeel. En ik ga samen met Puk een prachtige kerstboom maken voor haar opa Teke en oma Wil. En Puk heeft een hele goede reden waarom dat opa en oma echt een briljante kerstboom verdienen. Wat dat is, dat ga je zo zien. Bijna alle kinderen die een opkikkerdag hebben beleefd, worden daarna ambassadeur van de stichting. Dat is ook het geval bij Puk. Deze boom, jij hebt het bedacht, is voor... Opa Teke en oma Wil. Opa Teke en oma Wil. En waarom hebben zij deze kerstboom verdiend? Omdat ze altijd voor me klaarstaan. Ja. Oké, nou, handen uit de mouwen, handen uit de zakken, want we gaan aan de gang. Maakt niet uit, hè? Wat voor idee. Mouw erbij. Lijnen. Blauw en groen. En dan wat aanvullen met misschien eventueel andere kleuren. Alles waarvan je denkt, het is leuk, dat moet erbij. Erin, dat doe ik. Is dit genoeg? Als het niet genoeg is, gaan we weer terug de kar in. Jee. Ja, we maken wel een topboom, hè? Ze hebben het verdiend, toch? Ja. Oma Wil en opa Tek. Ja. Waarom verdienen die de kerstboom? Je zegt, die hebben je heel vaak geholpen. Ja. Waarmee? Met bijvoorbeeld als ik met spoed naar het ziekenhuis moet, dat hun dan op Max zetten bijvoorbeeld. En Max is je hond. Maar je zegt dat nu zo even snel tussen neus en lippen, dat je met spoed naar het ziekenhuis moet. Ik heb begrepen, maar je moet maar vertellen of het wel of niet klopt, dat het je hart dan eigenlijk veel harder gaat dan dat het eigenlijk zou moeten gaan. Nou, zeker naar de 201 geschoten. En 201, dat is normaal als ik heel erg mijn best zou doen en hard zou rennen. Maar ik ging zitten. Ik zat. Jij zat gewoon en hij ging uit zichzelf naar 200. En bij jou doet je hart dat soms veel te hard, veel te snel. Ja. En dat is... Dat is eng, denk ik, of niet? Ja, dan ben ik daar best bang voor. Ja, dat kan ik me voorstellen. En omdat je wel eens naar het ziekenhuis moet... Ja? Is het heel fijn dat je de hulp krijgt van opa en oma. Ja, ik mag er altijd heen als ik ziek ben. Ja, want ik heb begrepen dat je ook goed met opa kunt praten. Daarover, over... Ja, want het opa heeft het ook. Jees! Even afstand nemen. Wat denk je? Niets meer aan doen? Hij is goed. Ja, Doetinchem, kom maar op. Kom maar met al die flesjes en blikjes. Ik ben er klaar voor. Ho, ho, ho. Flessen nog in die tas? Oh ja! Wilt u ze doneren voor Stichting Opkikker? Oh, wat lief! We doen het gewoon zo. Heeft niemand wat gezien. Kijk, zal ik de klep gewoon zo open doen? Kijk! Voor kerstgedacht. Jazeker! Oh, wow.
Lieve mensen in Doetinchem, ik ben op zoek naar flesjes en blikjes. Even dat goede gevoel erbij, hè? Ja, ja, zeker. Ja, dat klinkt lekker, hè? Heeft u nog lege statiegeldflessen in uw zak? Nee, helemaal niks. Ik kan alleen in contanten betalen. In contanten betalen? Nou, dat vind ik ook heel gul. Dank u wel. Ja. Al een verstichting opkikker. Kijk eens. Jee! Komt u mij een kerstkaartje brengen? Via de mail gedaan. Wat heeft u via de mail gedaan? Nou, Frank. Frank van Dijk, mijn collega op radio. Ja, ja. En ook nog wat suggesties gedaan voor platen. Nana Mouskouri heeft hele mooie platen gemaakt. Ik ga regelen dat Frank van Dijk andere muziek gaat draaien. Maar dan moet u even een stichting opkikken doneren. Is dat een goede onderhandeling? Ja, dat is zeker een goede onderhandeling. Ja, we gaan het gewoon zo proberen. Let op, hè. Muziekje aan. Ja! Zit hier dit als vol met flesjes voor ons? Heel goed. Ja, ja, ja. U wil het toch? Dank u wel, mevrouw. Doeg. Ik regel die muziek, hè. Ja, Frank, nu moet je. Nana Mouskouri. Oh, zal ik je even helpen? Oh, fijn. Jeetje. Ja. Wat veel zakken. Mooi, hè? Wie bent u? Ik ben van de bibliotheek Achterhoek Support. Hallo, meneer. Ja, dag. U kwam even... Doneren. Oh, doneren. Okay. Wat mooi. Nou, doe het in de pot. Ja. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Och ja, je moet wel een beetje schuilen, hè? Ja, zeker. Jeetje. Oh, maar ik heb hier te maken met een echte opkikker. Zeker. En je hebt deze hele zak vol ingezameld. Zeker. Wat goed. Hoe was jouw opkikkerdag? Super. Ja? Dus het is goed dat heel Gelderland in actie komt, denk ik, hè? Ja. Hé, hey, buurman. Hallo. Ah, dat hoef je niet hoeven doen. Alsjeblieft. Ah, de oliebollenkraam, we staan hier zo goed, hè? En dan wil ik nog gelijk even een donatie doen voor Stichting Opkikker. Oh, echt? Ja. Oh, en wat een mooi bedrag. Kijk eens aan. Dank je wel. Alsjeblieft. Een oliebol en geld, ik ben er heel erg blij mee. Ja. Om een opkikkerdag tot een succes te maken, zijn er honderden vrijwilligers aanwezig. Die verzorgen niet alleen de activiteiten. Ieder gezin heeft zijn eigen begeleider die de hele dag in dienst staat van de familie. Zo hoeft het gezin eventjes helemaal nergens aan te denken. Linda, jij begeleidt vandaag dit gezin. Klopt. Wat moet je doen? Nou, ik neem ze mee naar een aantal activiteiten, wat nog geheim is. Nou ja, de eerste is dan de DJ-workshop waar we zijn. Ja. En later gaan we naar een aantal andere locaties. Ja, dat mag je nog niet zeggen natuurlijk, anders worden ze het. Maar jij kent dit gezin dus helemaal niet nog. Je hebt ze net voor het eerst gezien. Ik heb vandaag kennis met ze gemaakt inderdaad. Ik heb wel al een beetje kunnen inlezen waar ze het jongste gezinslid aan lijkt. Ja. En dat is Fayenne. Fayenne heeft een ziekte, daar zie je niet veel aan. Nee. Maar ze is wel ziek. Klopt. En leg je nou de hele dag zo vast? Ja, foto's, video's. Wat denk je, wat betekent dit voor mensen, voor gezinnen? Nou ja, als je echt een ernstige ziekte zou hebben en je hebt wekelijks ziekenhuisbezoeken, ja, dat zou me heel slopend zijn. En zo'n opkikkerdag geeft dan even lucht of zo, dat geeft even afleiding. Gewoon even afleiding, gewoon even alles laten zakken. Ja. Linda, hoe zit het met de tijdsbewaking? Heb jij... Want jij bent van de klok natuurlijk. Ja, klopt. We hebben dit tot 11:20, dus we hebben nog 3 minuutjes. Nog 3, en dan moet jij ze mee zien te lokken. Ja. Nou, succes. Ja. Heb je gekozen? Wordt het die? Wauw. Ja. Maar wie is de chauffeur van deze auto? Echt? Een mevrouw, dat is leuk. Oh, daar ga ik even heen. Hoi. Wat is jouw auto? Ja, Angelique. Waarom doe je mee vandaag? Ik rij al ruim 10 jaar voor Stichting Opkikker. Echt? Ja. En hoe is dat begonnen dan? Want je hebt een mooie auto. Nou, ja, maar... met een, ook een vrijwilliger. Die zag de auto en die zei, jeetje, wat gaaf. Mogen wij jou vragen om mee te rijden? En toen dacht ik, nou, doe ik 1 keertje. Nou ja, we zijn 10 jaar later en ik ben dat nog steeds. Maar, en wat levert het jou op dan, behalve dat je veel contacten op hebt gedaan hier met andere chauffeurs? Maar... Ja, weet je, als je kan delen, kan je vermenigvuldigen.
Weet je, ik word er gewoon heel blij van. Het geeft me gewoon heel veel energie en positiviteit. Waarom is zo'n dag nou belangrijk? Want ik denk dan, je hebt een kind die ziek is, of althans, is dat mee aan de hand? Ja. Wat heb je dan aan zo'n dag? Nou, ik zie eigenlijk de Fayette, maar ook de jongens enorm genieten vandaag. En we hebben natuurlijk een zorgkindje. En Fayette heeft thuis alle aandacht. Ook voor Quinten en Christian is het vol vandaag. Als ik... Ja, je bent maar even lekker samen werken. Ja. Ja, en nu is hij hier in je eentje. Ja. Gezin weg. Ja. Wat moet jij nu doen? Sowieso ga ik zo meteen even toiletteren. Dat is belangrijk. Hoeven we niet mee, oké. Okay. En misschien even wat drinken. Ja. En dan wachten tot ze terug zijn. Nou, dit is het kloppend hart, hè? Omroep Gelderland in Arnhem. Daar kan iedereen zijn lege flesjes en brikjes komen brengen. Nou, ik sta weer bij Fien, Roos en Joep. En die hebben ingezameld. Waarom eigenlijk? Hoe kwam je op het idee? Ons neefje heeft ook meegedaan aan de stichting Opkikker. En daarom zijn we eigenlijk op het idee gekomen. En waarom kreeg je neefje een opkikker dan? Hij heeft kanker gehad. En toen was het heel zwaar voor hem, want dat heeft hij op jonge leeftijd gekregen. En toen hebben ze daarvoor opgegeven en toen is de wens ook in vereniging. Ook wel heel verdrietig en spannend natuurlijk. Ja. Want je dacht, misschien gaat hij het niet halen. Ja. En hij is gezond weer. Ja, maar nu heeft hij wel iets met zijn long. Maar het gaat voor de rest wel goed. Arm neefje. Is dat ook waarom jij hebt ingezameld, Joep? Ja. Ja? Ja, hoe belangrijk is het, denk je? Heel erg belangrijk, denk ik. Ja? En waarom dan? Omdat... Ja, ik weet niet zo goed, omdat iedereen blij dan is. Ja, precies. En misschien kun je nog even oproepen dat mensen hier naar de omroep moeten komen met lege flesjes en dikke vette checks. We moeten flesjes hier zo inleveren. Kijk dan. Danny en Joey. Ja. Jullie werken allebei bij Omroep Gelderland. Ja. En jullie drinken een heleboel. Nou, ook van buren en vrienden. Geweldig. Dat is echt enorm veel. Ja, heel veel. Hoe lang zijn jullie bezig geweest? Vanaf dag 1 dat het hier werd bekend, maar dat we gingen beginnen. Zijn wij jullie... vanuit de keuken zeggen, wij gaan meteen meedoen. Nou, ik vind jullie echt schatjes. Want waarom doen jullie mee? We hebben natuurlijk hier John werken. Die heeft een ziek kind. Is dat ook de reden waarom jij het doet? En wij hebben zelf ook een beperking, dus ook dat is weer een geheugensteuntje van... Wat is jouw beperking? Ik heb een licht... En lichamelijk en geestelijk handicap. En lichamelijk ook? Ja, ik heb een pijn aan mijn heupen, dat loop ik wat moeilijker. Ach, kerel. En heb je last van dat je dichtverstandelijk beperkt bent? Ja, met leren. Ja? Ja. En maar in de keuken niet, hè? In de keuken niet. Je hebt niet voor niks zo'n jasje aan. Ja. Ik wil even een dikke knuffel. Dat is goed. Ja? Je hebt je verdiend, jongen. Super goed gedaan. Graag gedaan. En dan wil ik van jou nog even weten, waarom doe je mee? Ja, omdat het voor de zieke kinderen. Kom. Goed zo. En dan gaan we ondertussen naar Frank, want die is bij het dorpshuis van het jaar 2020, de Paulus in Winsen. Ik ben vandaag weer op pad de provincie in en ik begin in het land van Maas en Waal. Bij een hele bijzondere plek. Dorpshuis van het jaar 2020 in Winsen. En hier hebben ze ook voor ons ingezameld. Hey Rick! Hey, Frank. Goeiedag, jongen. Hoe is het? Goed. Kijk eens. Mooie verzameling, hè? Geweldig. Ja, top. Drie zakken. 1, 2, 3 zakken vol. En? Jawel. Ho, ja. Oké. Feestje gaat, Rick. Ja, lekker dorstig weer is het, hè? Dus, alstublieft. Ik denk, binnen 2 weken was het al sowieso. Binnen een dag had ik al meer dan een zak vol. Ah, joh. Ja, het was echt super. Nou, Winsen, supermooi. Dankjewel. We gaan op weg naar het volgende adres. En dat is... Maar even hoor. Zit dan weer. Volgen, politie. Doe dat ding weg. Dit moet een grap zijn, toch? Hi, goeiedag. Mag de motor even afzetten en met ons meelopen? Oké. Ik kreeg gewoon 50, toch? Ja, stap hem maar even uit. Komt u maar even eruit, op de bar. Arrestant ingaan. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. We hoorden dat jullie flessen aan het inzamelen waren. Wij zijn flessen aan het inzamelen. Ja, tenminste, wij met z'n allen. We hebben als verrassing voor jullie
Een hele lading flessen. Oh, kijk eens! Nee! Vanwaar al die flessen? Ja, het idee was om dat in te zamelen voor het team, zodat we dat voor ons team zouden kunnen gebruiken. Ja. Maar wij zagen dat jullie bezig waren met deze actie en vandaar dat we jullie zo mee hebben genomen. Aha! Otto kwam eigenlijk op het idee en toen heeft mijn vader dat samen met Otto helemaal geregeld en heeft geresulteerd in deze flessen. Ja, oké. Ja. Ja, en ik ben zelf ambassadeur van de Stichting Opkikker, dus dat is de link daartussen. Oké, jij bent ambassadeur van de Stichting Opkikker? Ja, nu 11 jaar. Okay. En je vader werkt bij de politie? Ja, die werkt hier. Ja, ja. Hier bij Twee Zonnen. Oké. Wat goed zeg. Nou, dan zou ik zeggen, werk aan de winkel. Die flessen moeten in de bus. Oh, past dit wel? Ja, komt goed, hè? Politie Wiegen, hartstikke bedankt. We gooien de deuren dicht. Ja, hoi. Ja, want we moeten door naar het laatste adres, Roosendaal. De dorpsschool. Ze hebben ook voor ons ingezameld. Ik heb alleen één probleem. Kijk heel even mee. Hoe gaan we dit doen? Proppen! Oké, gaan we allemaal helpen? Dit is eigenlijk het moeilijkste gedeelte. Transport van de ingerichte kerstboom naar opa en oma. O dennenboom, o dennenboom. Kijk eens hier met het rood. Daar wonen opa en oma. Opa teken, oma wil. Goedemorgen. Goedemorgen. Ach, wat leuk. Meneer en mevrouw. Oh. Ik heb denk ik iets leuks voor u. Kijk eens. Een kerstboom. Oh. Ja. Wat leuk. Speciaal. Echt voor jullie. Dan lopen we even hier naartoe en dan ja, heb ik dus leuk nieuws dat deze prachtige kerstboom die hele ochtend versierd is met heel veel zorg en liefde voor jullie is. Wie zou dat bedacht kunnen hebben? Ja, ik denk mijn dochter. Ja, dat kan niet missen natuurlijk. Ja? Mijn dochter die bedenkt de meest gekke dingen, dus. Ja? Het is niet je dochter? Het is niet mijn dochter? Nee, het is niet je dochter. Kleindochter. Kleindochter? Puk. Ja? Ja, ja, ja. Hele ochtend heb ik samen met Puk deze prachtige boom versierd. En het is ook haar idee. En waarom? Ja, dat ga ik niet vertellen. Dat moet ze zelf maar even vertellen. Ja, oké. Okay. Ja hoor. Ai, oh, Puk. Gekke griep. Gekke griep. Ja. Zij heeft het plannetje bedacht om jullie een mooie kerstboom te schenken. En ja, misschien moet jij maar vertellen waarom jij vindt dat opa en oma deze mooie boom verdienen. Omdat jullie altijd voor me klaarstaan. Oh, dankjewel. Altijd, hè? Ja, altijd. Ja. Snappen jullie wel waarom jullie zo belangrijk zijn voor Puk? Nee, ja. Gewoon, ze kan hier altijd terecht. Nou ja, dat. Ja, maar dat is toch ook logisch. Ja. Daar ben je toch ook klein kind voor. Hè? Ja. Dus namens... Helemaal geweldig. Namens mezelf, maar vooral namens Puk. Oh, ja. Hele fijne kerstdagen. En heel erg bedankt. Ik laat het even zakken allemaal. Laat het maar even zakken, die boom. Hè? Ik snap hier helemaal niks van. Nee. Je komt op tv, hè? Je komt op tv. Hallo. Ja, het wordt opgenomen, hè? Oh, oma, hou het in de gaten. Alles wordt opgenomen, hè? Volgens mij kunnen jullie geen flesje en blikje meer zien. Er wordt hier namelijk heel druk geteld. Elk flesje, elk blikje. Frank en Esther ook. 181. 182. En hoeveel is dat in euro's? Ja, dat weet Frank, want die is goed te rekenen. Dat weet ik inderdaad. Ja, het zijn 182 zakken. Ja. En we rekenen per zak 29 euro ongeveer wat erin zit. Ja. Maakt. Ja, ongeveer 5000 euro. Ja. Dat is waar wij op uitkomen. Ruim 5000 euro. En dan hebben we deze nog. Ja, maar die moet eerst eens een grote die moet eerst zak, eerst zak. Ja. Maar wij zaten wel te denken, dat is allemaal heel leuk en aardig, maar we zitten natuurlijk een beetje dicht bij de finale. Ja. Wij dachten, wij blijven wel actie voeren. Maar als mensen thuis zitten en geen flesjes meer hebben,
Je kunt ook een zak doneren. 29 euro. Ja, kun je hier naar de QR-code gaan hierboven? Daar nee, hier zit hij. Oh, ja, QR-code scannen. Ja, scannen. 29 euro overmaken. Gewoon doneren. Zijn wij heel erg blij. Wij gaan weer zakken. Ja. Succes. Hoi. Oké, nou morgen zijn we er weer. Nog één keer benadrukken waarom het zo belangrijk is voor Stichting Opkikker, voor gezinnen met zieke kinderen, om ze even één dag uit de ellende te halen. Please, alsjeblieft, doneer. Dank u wel. Tot morgen. Dag.